Goedemiddag allemaal. Het is vandaag maandag. En we zijn al even langs mijn mama geweest. Gisteren zijn we langs de ouders van Joe geweest. En vandaag is er een dagje vrij. Goed, ik ga even de was opvouwen en dan ga ik me klaarmaken. Dan gaan we vanavond uit eten. Ik heb mijn nagels lakken, want kijk dit. Dit kan gewoon niet. Maar goed. Ach, wat een mooi licht hier. Make-up is gedaan, haartjes zijn gedaan. Kleding aan, ik ga nog heel even mijn nagels bijlakken. En dan zijn we klaar om te gaan. Joepie, joepie, joepie. Ik heb echt zin in. Ik moet zo meteen alleen even een koekje eten. Ik heb nog niks gegeten. En dat is nooit goed. Als ik niks eet, dan kan het weer volledig misgaan natuurlijk vanavond. Dat is niet helemaal de bedoeling. En ik ben mijn OV-chipkaart kwijt. Dus die ga ik zo eens even opzoeken. Om het te drogen natuurlijk. Ik ben hier zo slecht in. Ik haat nagels lakken. En ik snap niet waarom ik het doe. Maar ik vind dat wel mooi. Alleen ik ga hier gewoon niet zo goed op. Want als ik nagels lak, dan zit het vaak op de deur, op de muur en op mijn voorhoofd in plaats van op mijn nagels. Dus daarom ga ik wat schudden. In de hoop dat dit snel klaar is. Normaal heb ik 30 seconds nagellak. Omdat het echt gewoon snel droog. En 30 seconden houden we wel vol. Een hele goede morgen allemaal. Het is eigenlijk al middag, maar ik ben eigenlijk een keertje opgestart in mijn leven. Ik dacht, joh jongens, ik heb een chill dag. Ik ga gewoon niet zoveel doen. Maar nu zie ik het weertje buiten en denk ik, oh, het is toch wel heel lekker om even iets van deze dag te maken. Dus ik ben wakker, ik heb koffie gezet en ik ben Misty op dit moment kwijt. Dus ik denk dat ik er boven heb opgesloten. Dan ga ik meteen naar kijken. Een wasje staat aan, of tenminste, ik ga die nu aanzetten. Misty die snikt altijd. Ja, ze zit al voor de deur te wachten. Ik zie het al. Dit doet ze dus elke keer. Hola. Het erbak. Maar goed, het was ook. Zo. En dan kan die nu. Oké, jongens.
Het is inmiddels 6:08. Ik heb een video in de render staan. En ik heb voor de rest alleen maar gechilled. Waarvan ik denk, oké, dit is... Oh nee, ik heb de was in het droog gedaan. Maar dit is dus zo'n dag waarvan ik niet zoveel doe. Dus ik heb nu bedacht, ik ga een muziekje aanzetten. En ik ga een muziekje aanzetten. Ik heb eten besteld, want ik heb geen zin om te koken. En ik heb geen zin om naar de supermarkt te gaan. Dus ik heb eten besteld. En ik ga even deze Jutjes kattenpaal ga ik even verplaatsen. Die gaat naar de andere kant van de kamer. Ik ben heel benieuwd of mij dit gaat lukken. Maar het staat hier een beetje vol. En Joe en ik hebben het erover gehad dat we hem gaan verplaatsen. Ja, ik ben benieuwd of mij dit gaat lukken. Ik ga de vaatwasser uitruimen. Ik ga de kattenbak van Misty even doen. Die moest ik sowieso vandaag doen. En ik moet nog steeds plantjes water geven. Dat ga ik ook even regelen. En dan komt mijn eten inmiddels. En dan ga ik eten. En daarna zie ik het wel verder. Jongens, het is zondagavond en ik heb weekend. En Joey is ook. En Misty hangt hier bij het raam rond. Maar ik heb weer weekend, dus dat betekent we gaan weer filmen. Joey zit hier ook echt een beetje dood te gaan met zichzelf. Oh, wat intens. Dat was niet de bedoeling. Maar Joey heeft dus even mijn statief zo gefixt dat ik kan filmen. Dus daar ben ik wel heel erg gelukkig mee. Nu zie je eigenlijk de camera liggen en dan denk je van, dan ga ik hem wel pakken. Kijk, en het jongens, het is 11:30 of 11:45 inmiddels. En het nationale afzeikuurtje begint. Dit is ons standaard ritueel. Dus, nee, maar dit is serieus waar. Nee. Ik kom thuis, het gaat 10 minuten goed. Dan kunnen we heel lief naar elkaar zijn. En na de 10 minuten begint het nationale afzeikuur. Dat is gewoon een ding. Maar goed, ik heb gewerkt en ik ben thuis. En ik ga zo lekker slapen en morgen vergadering en morgen videootje editen. Ja, dat is het eigenlijk. Zeg maar wat je wil eten. Ja, wat wil ik morgen eten? Ik heb hier serieus zoveel moeite mee. Zeggen wat ik morgen wil eten. Ik vreet... Oké, schat. Ik heb een nieuwe pil. En ik vreet een partij. Leuk ook om even mee te delen bij iedereen. Ja, oké, jongens. Serieus. Oké. Nou, ik had de eerste pil. Nee, dit vertel ik gewoon. Nee, dit is niet interessant. Dit is wat er gebeurt. Het is niet boeiend. Voor alle vrouwen in de wereld is dit interessant. Van de ene pil word je chagrijnig. En ja, van deze... Nou, nee, want van deze ben ik niet chagrijnig. Nee. Okay. Maar super lekker met pasta erbij en tomatensalsa en daarnaast nog frietjes. En ik had alles opgegeten en het was echt mega veel. Kunnen we zijn dat helemaal aan? Weet je zeker dat je frietjes wil? Want dit is echt best wel veel. Ik zeg ja, dat is best wel veel, maar ik wil nog steeds frietjes. En ik heb alles opgegeten. En mijn buik is ook gewoon serieus opgezet. Zo. Ik heb daarna 10 wafels op met slagroom. Daar. Ja, ik heb een bakje leeg gegeten. Van die ronde wafeltjes, weet je, daar slagroom op. Die heb ik dus na het eten opgegeten. Godverdamme. Ja, weet je wat is? Ik kan daar niet... Ik moet... Oké, ik heb dus een tik. En mijn tik is dat ik... Je gaat 10 wafels met fucking slagroom opeten. Oh jongens. En klagen dat ik onder de puisten zit. Klagen. Ik heb er vanavond nog eentje uitgeknepen tijdens... of tenminste tijdens... Na het diner. En die zit hier. Maar... Nou, die kunnen ze wel vinden hoor. Beeld. En hij vindt zichzelf grappig. Hilarisch. Anyhow, ha. Sorry, moet je eten wat oordruppels uit 2013 in het doen. Hij wil even zo heet, joh. Echt een bak. Jongens, dit ga ik vertellen. Gisteren echt een mel. Ja, ik ga me een beetje belachelijk maken. Oké, jongens, dit was echt een mijlpaal in mijn leven. Nou, het begon eergisteren. Ik kom thuis, ik loop die trap op, de deur staat schuin open. Geloof mij, iedere vriendin die een man heeft, die herkent dit. Je loopt naar boven, je staat boven aan de trap en je hoort uit de slaapkamer dit horen. Nee, nou, dat was eergisteren, schat. Ja, dat zeg ik eergisteren. Maar daarna gaan we over gisteren beginnen. Ja, leuk hoor. Jongens, dit... Nou, oké. In ieder geval, je hoort dus die achterlijke kreugeluiden uit die slaapkamer komen. Je denkt... Mijn vriend, die gaat beweren dat hij ziek is. En hij gaat nu helemaal dood. Nou, het viel rustig mee, hè? Oké. Goed. Normaal en dan zeg heb ik je ook. 10 keer, ik ga dood. Dat heb ik eergisteren geen enkele keer gezegd. Schat, dat heb je 3 keer gezegd. Nee, dat heb ik niet gezegd. En vervolgens, toen ik mijn tanden aan het poetsen was, hoorde ik ook nog uit de slaapkamer komen: schatje. Nou, dan weet je dus al, dit wordt een kutavond.
ik had zo'n topdag en jij weet het te verzieken. Nou, met volle moed. Oh, jij hebt echt sowieso echt helemaal niks over voor mij. Sst, met volle moed ga je de slaapkamer in. Je ziet dat liggen in een foetushouding, zo helemaal opgerold. Vol met ellende. En in de knoei met zichzelf. Nou, je gaat ernaast liggen. In de knoei met zichzelf? Doe het normaal, gek. Vervolgens ga je dus liggen. En hij pakt dus je handje. En doet hem zo op zijn hoofd. Om hem in en op zijn hoofd te masseren. Nou, dus even vragen hoe het met die jongen is. En, en er hangt een chemische geur in die kamer. En ik zeg op een gegeven moment, wat ruik ik? Is het nou spier? Nou, echt te ranzig voor woorden. Kokhals. Je stinkt zelf elke dag, Jules. Kokhals het aan toe. Wat er rondloopt. Komt het, zegt hij. Dan zegt hij, ja, schat, ik heb dus in mijn kastje een flesje gevonden van de oordruppels. Nou ja, ik heb Joey's laadje en kastje wel eens gezien. Hij had dus eerst zo'n mand en er zit van alles in. Daar zit van alles in. Dat kan kort, hè? Mand. Daar zit dus echt van alles in. Dus ik zeg, oh, dit is weer een goedje uit 2013. Vandaar zo'n lucht hier. En hij zegt, nee, 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 nee. Nou, hij gaat dus zelf kijken. Ja, wat blijkt? 2013 en ik hang in een gaslucht. Oh.